Felle brand heeft in de Irene-studio, de oudste van de twee televisiestudio's in Bussum, ernstige schade aangericht. Het vuur bleef dankzij het snelle ingrijpen van de brandweer tot de bovenverdieping beperkt. De toren van het gebouw waarop zich de straalzender bevindt, die het beeld naar de zender Lopik overbrengt, kon behouden blijven. De watermassa's die de brandweer nodig had om het vuur te blussen, veroorzaakten in de studio zelf een dusdanige schade dat zij voorlopig niet meer voor televisieuitzendingen gebruikt kan worden. Zo werd bijvoorbeeld de regiekamer geheel verwoest. Een deel van de kostbare inventaris, waaronder de televisiecamera's, kon door personeel van de studio nog tijdig in veiligheid worden gebracht. De totaal aangerichte schade heeft men nog niet kunnen becijferen.